kan ik doen? Huh? Hallo daar. Yes, het is er maandag en dat betekent een nieuwe aflevering van Boeiend. En deze week heb ik ervoor gekozen om mezelf 12 uur lang vast te keten aan best wel een goede vriend van mij. En naast dat ik hem ken, kunnen jullie hem kennen als Amir het GTST. Ik heb het natuurlijk over Alkan. Maar dan hebben we natuurlijk allereerst nodig de boeien en natuurlijk de time-out kaart. Maar we hebben natuurlijk naar jullie reacties geluisterd en het is veranderd in een surprise. En dat is een verrassing. Kan leuk zijn, kan kut zijn. Ook dat is een verrassing. Ik heb geen idee. Als hij hem inzet, heb ik geen time-out meer. Let's go. Ik ben op zoek naar Alkan van GTST. In de huiskamer, rechts van jou. Oké, gewoon hier doorlopen. Ja. We zijn nu bij Endemol en daar zijn de studio's van GTST. Ik heb vandaag vernomen dat hij een draaidag heeft. Dus we gaan gewoon naar de huiskamer. Huiskamer, zei ze. En kijken of je daar zit. De huiskamer. Als Alkan mij ziet, weet echt, wat de fuck kom jij hier doen? De twee plekken waar hij is, daar, studio 2 of de huiskamer. Dus als ik nou hier wacht, is dat slim? Oké, ik ga mezelf in ieder geval boeien. Nu wordt het gewoon machtig. Dit is zo lang, jongens. Wat? Zag je hem lopen? Oké, ik hoor net dat hij hier boven langs loopt. Wat moet ik doen? Ik heb echt... Huh? Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, hij loopt daar. Mama, boeiend. Ik zit 12 uur lang even vast. Nee, ben je serieus? Ja. Nee, even serieus. Gaan we nu 12 uur aan elkaar vastzitten? Ik ben 12 uur lang bij jou. Ja, ik ken het, boeiend. En ja. Serieus? Ja, 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 het is echt the real shit. Hoi. Hallo. Goed, met jou. Oh, goed. Hey, doe dus. Hey. Hallo. Hey. Jij komt ook nog aan de beurt, hoor. Hey. Oh, God Jezus. We kunnen niet naar binnen. Ja. Maar... We kunnen wel een koffie doen. Laten we dat doen. Ja? Denk jij wat ik denk? Je hebt je tas toch aan? Ik moet er helemaal doorheen en dan kan ik hem die kant weer uit. Echt? Hè? Ik ben helemaal gek. Wat is dit? Oh, ja. Zo. Nou, mijn laptop en alles. Ik ken jou natuurlijk al. Ja. Vertel even een beetje voor de kijkers. Je hebt natuurlijk een GTST. Ja. YouTube kanaal met Alkan Tubbies. Ja. Wat is dat precies? Ik dacht, ik kan je achternaam niet uitspreken. Dus jij hebt een andere naam gekozen voor je achternaam. Nee. Oh. Ja, oké, mijn achternaam is wel heel mooi. Probeer eens. Volgens mijn nee. Achternaam. Jawel, doe. Kokloe. Kokloe. Nee, wat zeg je naam eens? Chuckle. Chuckle. Begon eigenlijk van Tube. Ja. Dus YouTube. Oh, en ja. Tubbies vond ik zo heel schattig. Ja. En kleine internetsnacks. Ja. Tubbies, gewoon snelle tubbies. Wat ik eigenlijk doe is ja, verschillende typetjes, prank calls. En ik doe ook verschillende formats bedenken op mijn YouTube kanaal. Ja. Mm-hmm. Zoals alle vloggers eigenlijk zijn begonnen. Daar heb je alleen een camera nodig en die moet hem een beetje kunnen editen. Ja, maar je bent natuurlijk wel acteur ook met je typetjes. Ja. Van waar dan de keuze voor GTST? Ja, in eerste instantie, de rol sprak me zo erg aan. Ja. Het is een politieke vluchteling dus uit Afghanistan. Ja. En ik had ook 2 jaar geleden had ik een documentaire toevallig gemaakt over vluchtelingen. Ja. En toen kwamen ze met dat verhaal van Amir. Ja. En ja, dat sprak me zo erg aan. Dat staat zo dicht bij jezelf. Ja. Ja. En meer diversiteit in goede tijden. Dat is geweldig. En hoe vind je het nu om te spelen? Heerlijk. Ja? Nee, ik zit echt op mijn plek. Ik zie het bijna niet als werk. Is er ook iets... Is er iets zwaar aan het werk? Sorry, ik ben even opnieuw. Is er ook iets zwaars aan het werk? Wij kennen dit niet hoor. Is er ook iets zwaars aan het werk? Is er iets zwaars aan het werk op dit moment? Ja, is er ook iets zwaars aan het werk? Ja, het is soms zwaar om vroeg op te staan. Hoe vroeg sta je op dan? Hier zijn, 7 uur, dat elke dag, dat is toch wel vroeg. GTST. Heb je toch al dat cliffhanger moment? Ja. Dus dat is van, dan zeg jij iets ergens dan ik van... Ik ben je vader. Wat? Poel die even. Doe hem even. Oké, nee. Maar dan leg ik even de scène uit die op tv is geweest laatst. Mijn vrouw, Farah, die is na 3,5 jaar, die ziet dan weer. Ja. Op het moment dat ik aan George mijn liefde wil betuigen, komt zij binnen. Ja. Dus jij bent Farah. Oké. Ik ben Amir. Ja. Surprise. Ja, dus ik kom binnen. En ik heb jou, we hebben elkaar heel lang niet gezien. Ja. Hier is
Nou, het was fantastisch. Je hield de nacht hoe lang vol? Een hele blije, ja. Een blije Farah. Ja, zo. Ik zie je, hey, hoezo? Vergeet het verleden. Let's go. Let's go. Oké, cool, we gaan. We gaan wel echt, ja. We gaan nu naar Redouan. Hebben we met Redouan afgesproken waar we een YouTube filmpje gaan opnemen. Oké, okay, let's go. Yes. Wat een leuk autootje. Ferrari. Nee. Hoezo heb je pannen op de achterbank? Ja, ik moet dat naar mijn oma brengen. Oh, dit ook, gênant. Ja, gênant. Gênant. Oké. Okay. Ja. Hey. Hi. Hey. Iris. Hoe groot is dit? Dus? Ja. Wacht even, je bent gewoon geboeid. Ja. No way. 40 minuten heb ik hier gewacht op je. Oh mijn god, sorry, maar dat is echt mijn schuld. Want ik ben dus, alles gaat langzamer omdat ik aan hem vast zit. Ja, laten we opnemen, man. Ik hoop wel dat er genoeg is, man. Serieus. Oké, okay, wat gaan we doen voor prank? Een prank call. En wat mij dus leuk leek, dat we een van je collega's gaan pranken. Gaan pranken, ja. Super leuk. We gaan nu mensen Thomas Cox bellen. En, en of hij mijn kleinzoon kan entertainen. Hey, je bent Thomas. Ja, goeiedag. Gesprek met Henk Vliegenbus. Ja, hi. Oh, je weet al wie ik ben, hè? Natuurlijk. Godverdomme! Wie dan? Domme! Ja, maar het lag er ook wel een beetje bovenop. Hè? Ja, chips. Nou, ik weet, ja. Ja, leuk dat hij me een keer belt. Ja. De Fano? Ja, Holwijn? Ja? Ja. Ja, goeiedag, ik spreek met Vliegenbus. Ja. Hi, ik spreek met De Fano Holwijn. Klopt. Mijn kleinzoon die wordt 16. En of je volgende week 16 april, of je dan kan. Josefanio komt ook langs. Het staat erop. Josefilio. Nee, Josilvio. Sorry, Jezus. Oké. Okay, 4 tot 5 zou ik dus wel kunnen. Dus het komt vast wel goed. Ja. En ik wil zeggen, je zit in Concentrate Bolt, man. En ik heb je gecall-prankt. Ik voel het gewoon aan, omdat ik gewoon vaker sowieso zulke belletjes krijg. Dus ik voel het aan, maar ik praat wel door zodat. Want je weet maar nooit, misschien is het waar echt. Dus ik praat wel gewoon door. Oké, goed. Is goed, thanks man, thanks. Thank you. Yes, love, later. Oké, okay, jongens, we hebben geprankt. Yes! En het is gelukt. Nee, ik ga mijn mama bellen, want ze weet helemaal niet dat ze komt. Nee, mama werk, mama werk, mama werk, mama, werk, mama, mama Lyrica. Hoeveel mama's heb jij? Ik heb 4 mama's. Mama! Ik kom er nu aan. Doe mee aan een programma en het heet Boeiend. En ze komen met z'n vieren. Mogen we bij je komen eten? Is eigenlijk de vraag. Oh, nee, 4 mensen. Oké, okay, super lief. Nou, we zijn voor de deur. Over 5 minuten bellen we aan. Hey, mama. Je ziet er helemaal opgetutst binnen 5 minuten. Ik had gisteren 39 graden koorts. Nee. Dus. Hoe vaak zien jullie elkaar? Gisteren nog. Ik ken Alco natuurlijk al langer. Die praat altijd met zoveel liefde en passie over jou. Oh, wow. Dat ik het echt heel leuk vond. Toen Alco zei, we gaan bij mijn moeder eten. Dacht ik echt, nou dat vind ik echt superleuk. Leuk. Wat is er zo bijzonder aan Alco? Ja, het is gewoon mijn zoon, zeg maar. Ja. Of wat maakt hem zo bijzonder, zijn eigenschappen? Het is de wisselwerking, het vertrouwen dat we altijd hebben met elkaar. En dat we dat allebei daarvoor, ook al is het moeilijk... heel veel ons best doen om dat toch voor elkaar te krijgen. Yeah. Ja, ook al had ik het moeilijk, heb ik toch zo min mogelijk proberen te laten. Yeah. Ja. Zeg maar als alleenstaande moeder. Yeah. Je wordt emotioneel, hè? Nee? Ja, tot de dag van vandaag heb ik zoveel van mijn moeder geleerd. En nog steeds. Mm-hmm. En eigenlijk wat zij ervaart als die positieve energie. En dat heb ik gewoon van haar. En door haar krijg je juist die positieve energie. Ja, gewoon onvoorwaardelijke liefde, dat je dat gewoon kan voelen. Ja, nu word ik wel een beetje... Hallo. Ben je trots op Alco? Ja, natuurlijk. Ja, ik ga zo 8 uur Goede Tijden kijken. Ja, leuk. GTST kijken. Over je tegenspeelster gesproken? Ja. Dat is je vriendin? Ja, dat is mijn vriendin. Ja, Melissa is mijn vriendin. Ja, bij deze. Ja, bij deze. Ja. Volgens mij als dit online komt dan... Volgens mij is het afgelopen dagen in de pers bekendgemaakt. We hebben een Instagram post eruit gestuurd. Gewoon een Instagram gepost. Ja. En dat we samen zijn. Dat we dolgelukkig zijn. En dat ik stapelverliefd op Wat het is in de serie Shores, toch? Ja, in de serie speelt zij Shores. Ja. Ja.
En ja, dat is dus echt Melissa en dat is sinds kort. Ja, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen een beetje? Mijn carrière? Ja. Ik was 15 toen ik voor het eerst een voorstelling zag van mijn neef. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ja. En toen heb ik auditie gedaan op de jongere theatergezelschap Jongrast. Ja. En toen was ik in één keer werd ik aangenomen daar. En sindsdien, dat als mensen ook vragen wat is mijn gelukkigste dag eigenlijk, is die dag dat ik werd aangenomen daar. Omdat ik zeker wist dat ik mijn hele leven lang iets met theater of film of televisie wilde gaan doen. En op een gegeven moment heb ik ook een jaartje de TV-academy gedaan op YouTube, wat ik samen met jou heb gedaan. Ja, nou, wij hebben samen TV-academy gedaan. Daar was het eigenlijk altijd wel gelijk een vet goede klik, volgens mij. Ja. Geen teken van spanning. Nee. De leraar zei ook aan het einde van het jaar, ik dacht echt dat er wat tussen jullie was. Toen ging ik al weg. Keihard lachen. Verrassing. GTC begint zo. Oh, dat. Ik moet wel heel nodig naar het toilet. Ik weet niet hoe lang ik al moet. Nee, ik gewoon gaan. Dat ja, nee, we gaan plassen. Liedje scheet? Nee. Oei, dit was scheet. En wat dan nog? Voor een toilet. Ja, dat is ook zo. Zo, handen wassen. Poeh. Zo. In goede tijden, slechte tijden. Je zegt tegen Farah dat je nu een nieuw leven hebt. Je bent toch eigenlijk in het echt en in het niet echt verliefd op Sjors? Oh ja, maar dat is toch acteren toch? Hoe vind je het om jezelf terug te zien? Alles wendt. Tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint een lange tijd. Lange morgen. Tijd. Wat dan? Een lange weg. Kan je nog kritisch naar jezelf kijken? Nou ja, dat ik gewoon het moment dat ik dacht, had ik hem iets anders kunnen doen? Dankjewel voor al het eten, voor je openheid. Heel gezellig, super energie. Dankjewel voor je gastvrijheid. Ja. En heel leuk je te ontmoeten. Ja, leuk. Doei, mami. Doei, doei. Nou, het is inmiddels... Oh, hi, mama. Wat heb jij, lieve mama? Ja, wij gaan dansen. Ja, het is inmiddels donker en dat betekent dat we lekker gaan dansen. Hoe vaak dans je eigenlijk? Elke woensdag. Ja. Ja, dus dat. Dat vind ik wel lekker, omdat ze dan gewoon... Reeks zo lekker de week, hè? Ja, oh ja, hoe gaan we dit dan doen? Je hebt nog een time-out, hè? Of ze Brieze-ei. Brieze-ei ook. nee, dan ga ik... Ik ben er blij mee als je voor de time-out gaat, want dan kan ik ook mijn jas uit. En dan kan ik ook even naar de wc. Dan doe ik nu even de time-out. Oké, de 15 minuten gaan nu op. Doe je ding. Ik ga naar de wc. Oké, dit heb je best snel gedaan. Dus ik stel voor gewoon de zaal in en vast een beetje opwarmen, nu we nog alle vrijheid van de wereld hebben. Ja, hoeveel minuten hebben we nog? 10 minuutjes of zo? Ja, 10 minuutjes. Let's go. Oké, ja. Muziek! Oké, zet de muziek maar weer aan. Jij eerst nu. Oh my god, wat doe ik? Yes, jongen! Ik heb money in mijn zakken, maar ik geef niks uit. Stegen voor mijn ziel, laat ze de baby thuis. Oké, we hebben even geoefend. Nee, eerlijk, gaat best wel goed. Ging super goed. Top lerares. Suela. En we gaan hem nu gewoon voor het echtje doen. Precies, en dit gaat in ons voordeel werken. Dit was zo leuk! Oh, zo tof! Voordat je wordt verlost, wil ik even van je weten, hoe voel je vandaag? Ik vond het eigenlijk wel echt super gaaf. En je hebt gewoon een kijkje gewoon bij me thuis, mijn werk, met vrienden, dansen, mijn hobby. Je hebt alles gezien en ik vond het wel tof. Stiekem is het ook alweer leuk dat we nu verlost worden. Toch? Oh ja, ik heb mijn normale kleren ook weer aan. The moment is there! Freedom! Oh, ik vond het echt zo leuk! Ik ook, ik vond het heel tof, heerlijk. En vonden jullie nou ook een leuke aflevering? Vergeet nog niet even te liken. En wat moeten ze nog meer doen? Abonneren op het kanaal hieronder. En natuurlijk even Alkan Tubby's volgen op zijn Instagram, YouTube. Je kent het wel. En tot volgende week! Doei! Ciao!